Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Frisdrank Light is goed voor de lijn. Waar of niet waar? Frisdrank Light is zeker niet goed voor de lijn. Te veel suikers, te veel energie, te veel vetten. Natuurlijk minder als een normale frisdrank, maar nog veel te veel. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Hier uit het grensgebied tussen Kerkrade en Landgraaf, waar vroeger een mijnwerkersgebied was en nu een stukje prachtige natuur. In plaats van het kerngezond nieuws de komende weken, de comeback van Santi met haar jong leren eten tips. De jong leren eten, de tip van de week. Vandaag gaan we een groene smoothie maken. Wat heb jij ervoor nodig? 150 ml yoghurt, een bevroren banaan en 75 gram spinazie. Pel de banaan en breek hem dan in stukjes en gooi dan alles in de blender. Nu zit alles erin, dus kan je de deksel erop doen. Start het blenden. Lekker! Tot de volgende, de jong leren eten, de tip van de week. Doei! Deze week komt de scholenchallenge vanuit Reuver, waar we te gast zijn op basisschool Busdaal. En ook hier zijn drie natuurtalenten geselecteerd om de eer van Busdaal en Reuver te verdedigen. We hebben Cas de Ober, Tess de Kooiboy en Keizer de Krachtpotser. Wat een elite team! We gaan aftellen. Cas mag als eerste. Hij vliegt uit de startblokken. Gaat Cas niet te snel? Eerste hindernis gaat goed. En ook de slalom gaat snel en foutloos. De tweede hindernis is geen probleem. Goed zo, Cas. Hij gaat als een trein door de pionnen en over de laatste hindernis. Nu Tess aan tikken. Wow, klasse man. Tess draait zich samen met haar paard een slag in de ronde. Daar stuiven ze weg in een geweldige galop. Op weg naar de eerste hindernis. Dat gaat soepel. En ze gaat vrolijk verder. Door de pionnen. En ze zweeft over de tweede hindernis. Ze gaat zo snel dat ze bijna de pionnen niet kan ontwijken. Over de laatste hindernis. En nu Keizer aantikken. Mooi! Keizer ligt al in de houding voor de push-ups. En daar gaat hij. Snel en behendig over de eerste hindernis. Maar wat gebeurt hier? Valpartij of overtreding? Keizer verloor zijn evenwicht. Maar hij is een krachtpatser en gaat gewoon door. Wat een kanjer. De tweede en derde hindernis gaan goed. En hij lijkt weer volledig hersteld. Nu op weg naar de bel. Super gedaan. De tijd is 1 minuut. 10 seconden en 47 honderdste. Keizer likt zijn wonden. Maar is nog fit genoeg om iedereen een heerlijke komkommer te geven. Lekker en gezond. Kijken wij naar de herhaling. Naar Tess de Kooiboy. Geweldig hoe zij over de hindernissen vliegt. En nogmaals, de ongelukkige valpartij. Of was het toch een schwalbe? De tijd 1 minuut 10 en 47 honderdste levert een verdienstelijke vijfde plek op in het voorlopige klassement van de scholenchallenge. Aan kop nog steeds basisschool De Kweer uit Neer. Maar volgende keer zijn we in Zevenum op basisschool De Dobbelsteen. Gaan zij de koppositie benaderen? Uiteraard verwennen wij de winnende school aan het einde van het schooljaar met een kerngezond dagje uit. Dit seizoen ook weer met regelmaat onze Wat is Waar quiz over duurzaamheid. In kindertaal, de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. En dan de Wat is Waar quizvraag van deze keer. Een gemiddelde Nederlander doucht 9 minuten. Is dat A?
waar of is dat B, niet waar? Weet jij het goede antwoord? Stuur dit samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar info@wijzijnkerngezond.nl. En wil je meer duurzame quizvragen spelen? Ga dan naar www.watiswaarquiz.nl. En dan het antwoord op onze jong leren eten prijsvraag van de vorige keer. De avocado is een groente en geen fruit. Het antwoord is B, niet waar. En de winnaar is Evi Delissen, 9 jaar uit Neer. Gefeliciteerd, Evi. En de prijzen komen naar jou toe. 2 kaartjes voor een thuiswedstrijd van Eredivisie Handbalclub BVHC uit Panningen. En tevens een Erima bidon en een Erima tasje. Onze topsporters hebben ook last van de coronacrisis, maar ze zitten niet stil. Kijk maar. Hallo allemaal, mijn naam is Jeroen van den Beuken en ik ben tophandballer bij Herpers BVC in Panningen. Helaas is ons seizoen nu ten einde, maar zoals je ziet trainen wij keihard door om weer fit aan de start van het volgende seizoen te verschijnen. Ik ben Veer van Pol, ik ben geboren in Weet, nu woon en train ik in Heerenveen. Misschien weten jullie wel dat ik in 2016 op de Olympische Spelen in Rio stond. Ook heb ik in 2018 een bronzen medaille gewonnen op de EK. En ik ben al 3 keer Nederlands kampioen geworden op de Meerkamp. De Olympische Spelen zijn een jaartje uitgesteld vanwege het coronavirus. Om zo fit mogelijk deze periode door te komen, doe ik lenigheid en kracht thuis. Om mijn conditie een beetje op peil te houden, ga ik mountainbiken in het bos. Hallo, ik ben Brian Linssen, voetballer bij Vitesse Arnhem. Dit is het pleintje waar ik nu dagelijks kom om eventjes aan mijn techniek te werken. En om een beetje fit te blijven. Ik doe natuurlijk ook graag training voor mezelf en rennen. Maar hier doe ik wel graag voetballen eventjes. Dit was Kerngezond TV voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik ga een lekkere wandeling maken hier in de natuur. Ik zie jullie graag volgende week weer terug. Tot volgende week. Hoi. Kerngezond TV is powered by Sicon Logistics, Volta Limburg, Jong leren eten en toffe dag.